ben echt zoveel beter geworden in genieten van, nou, alles. Wow, ik heb wel echt wel knap hoor, dat je dit zo lang volhoudt. Holy moly. Oké, jongens, dit is dus iets wat ik nog steeds af en toe een beetje lastig vind. Ik kan er al veel beter mee omgaan dan voorheen. Maar iemand van jullie had mij getagd in een berichtje van de Zeeman dat ze allemaal Gabby-spullen hadden. Hi allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Hallo, goedemorgen. Het is maandag en ik ga werken. Ik heb mijn eerste afspraak met een 1-op-1 klant. Ik heb ze een beetje verspreid, dat ze niet allemaal tegelijk beginnen. Want ik wil helemaal iedereen de volledige aandacht kunnen geven. Dus deze week heb ik 1 intake. En volgende week volgens mij 1 of 2, weet ik niet uit mijn hoofd. Maar ik heb een aantal mensen die gaan starten dus in de komende tijd. En ik heb er heel veel zin in weer. Ja, het kriebelt gewoon een beetje om weer aan de slag te gaan. En natuurlijk vind ik het ook wel spannend van hoe gaat Sven het doen met die meiden. Maar ik heb er geen enkele twijfel over dat Sven dat redt of zo. Dus het komt helemaal goed. Ja, ik ga naar binnen bij de sportschool. Want ze komt hierheen. Dat is altijd de optie. We kunnen het online doen. Maar sommige mensen willen voor de intake live komen. Deze persoon woont ver weg. Dus het is voor haar... Nou, ik denk wel echt 2 uur rijden. Misschien wel ietsje meer zelfs. Maar ze wil alsnog live komen. En dat vind ik natuurlijk alleen maar heel erg leuk. Dus we gaan elkaar nu live zien. En dan de volgende afspraken doen we online. Dus ja, heel veel zin in. Hallo, ik heb gisteren helemaal niet meer gevlogd. Want ik kwam thuis en toen zijn we hals over kop naar opa en oma gegaan. Hè? Gisteren gingen we bij opa en oma in de tuin werken, hè? Toch? Ja. Ging papa en opa stenen tillen? Ja. Ja, gingen wij lekker spelen? Nee. Gingen we niet lekker spelen? Nou, ik ga een gaatje maken. Gaatje maken? Ja. Oh, in mijn been? Ja. Oh, dat doet een beetje pijn, denk ik. Zo. En stenen eruit doen. Oh ja, en stenen eruit doen, gingen opa en oma. Ja. En, of opa en papa bedoel ik. En toen gingen we ook lekker eten bij opa en oma. Ik heb stenen. Oh, dankjewel. Dankjewel. Nee, dit zijn... Ik denk dat Juliette wakker is. Zullen we even kijken op de camera? Ja. Oké. En nu zijn wij weer wakker. En is Juliette ook wakker? Oh, ja, kijk. Juliette is wakker, schat. Ik ga haar even ophalen. Oké. Okay. Samen Olivia kijken. Ja, we waren Olivia aan het kijken op mama's telefoon. Kleine Olivia. Vond je dat leuk? Mag ik dat weer doen? Wat is dit? Dat is een fluffy. ik ga jullie even ophalen. Het is prachtig weer. We waren van alles buiten aan het doen, maar deze mevrouw is een beetje ingestort. Dus we zitten hier, ze wil echt niks eten. Ze zegt nu dat ze een banaan wil, dus kijk eens, banaan, alsjeblieft. En deze mevrouw is ook wakker geworden, die ligt er ook bij. Ja. Hi. Hier mijn vrolijke. Jij hebt ook heel veel geslapen. Ja. Oh, die leggen we even op je bordje. En Olivia die heeft even een speen om al even ultieme te chillen en bij te komen. Ze is echt... constant aan het rollen en op haar hand aan het sabbelen. Echt, ze rolt dan naar de zij. Verder komt ze niet hoor. Ik vind het zo leuk om te zien. Nu is het trouwens nog niet zover. Kijk, daar gaan we weer. Oh, en weer terug. Hè? Zo knap. Zo knap. Hoppakee. Zo schattig. Ik vind het boek trouwens heel vermakelijk. Heel makkelijk om te lezen. Och, moppie. Och, moppetje. Als moppie. Och, moppie. Olivia vindt het zo leuk. Je vindt je zus zo leuk, hè? Vandaag is dus echt een dag waar we echt helemaal niks doen.
Olivia die hangt al anderhalf uur ongeveer gewoon even voor de tv. Dat wil ze de laatste tijd bijna nooit meer. En ze was nu echt even moe, dus ik dacht ik laat haar maar even. Ze is nu met James aan het spelen. Ik ga even een kopje koffie zetten, maar we hebben gewoon een heerlijke hangdag. Misschien dat we zo nog even een rondje buiten gaan lopen, want het is dus echt heel mooi weer. Maar ja, we zien het allemaal wel. Nou, ze doet echt haar uiterste best om op haar buik te rollen. Echt bizar. En jij gaat zwemmen, hè, met je nieuwe zwempak. Ja. Olivia, die ging net haar pop een flesje geven. En toen deed ze zo de shirt omhoog en deed ze het flesje zo bij de borst alsof ze ging kolven. Echt zo schattig. Eerst was het natuurlijk altijd, dan ging ze naar de keuken om melk te pakken voor de baby. En nu gaat ze ook net als ik kolven. Dat vind ik zo mooi om te zien hoe snel kindjes dat dan leren. Sven is thuis. Het is, hoe laat is het? 4:15. Dus die is redelijk op tijd thuis. Dat is lekker. Dus je gaat lekker met papa even zwemmen, hè? Ja. Heerlijk. Ik ga even kijken. Waar ga je naar kijken? Ik ga even... Ga je papa zoeken? Ik ga papa. Papa is even boven ook zijn zwembroek aandoen, denk ik. En dan gaan jullie in het badje. Ja? Nee, ik ga niet in het badje. Ga je niet in het badje? Nou, ik denk papa wel. Probeer. Nou, daar zit meneer hoor. Hey. Nee. Nee. Met zo water. Komen we de warme dagen wel door, hoor. Krap. Dit krap jou nat maken. Karel Krap, wat doet hij nou? Wat doet hij nou, Karel Krap? Ze gaan nu opdrogen in de zon. Sven heeft Olivia erbij wijsgemaakt dat je dan ook een geluid erbij moet maken. Oh jee, nu wordt het zanderig. Olivia, niet het zand uit het zandbak. Dan eerst even opdrogen en dan mag je weer met het zandbak spelen. Ik denk niet dat dat gebeurt. Nee. Ik ben echt zoveel beter geworden in genieten van nou alles in het leven. Of in ieder geval veel. Dit is toch echt heerlijk. Om gewoon lekker op een random dinsdag zo te kunnen zitten. Hè? De eerste schaterlachjes die komen ook. Echt zo schattig dat ze in één keer zo... En die ja, maar dat ga je natuurlijk nooit op camera krijgen. Nee, nooit. Ga je je vuist helemaal opeten? Ja. Helemaal opeten. Oh, lekker hè. Of is die vies? Ik maak maar extra vaak de handjes schoon. Helemaal op te eten. Ondertussen zit Olivia in de schommel. Of ze gaat er nu uit. Oh, ze gaan in de hangmat. Hoor ik. Gaan jullie in de hangmat? Dat is leuk. Lekker. Maar goed, nou vergeet ik dus nog het punt waarom ik dit shot wou maken. Is genieten in het moment kan je leven zoveel gelukkiger maken. Echt, voorheen deed ik dat nooit. Was ik altijd met de toekomst bezig of met het verleden bezig. En ja, hoe cliché het ook klinkt, maar gewoon genieten van het feit dat je eventjes in de zon ligt of even op de fiets zit en lekker wind door je haren voelt of een leuk gesprek hebt met een collega op werk, ik zeg maar wat, hè. Als je daar heel bewust van bent, dat is denk ik echt wat geluk is in het leven, waar het leven om draait. Dus ik ben heel blij dat ik er beter in ben geworden en ik wil er nog beter in worden. Hè? Ja, we blijven leren. Ja. Sven was de hangmat is aan het ophangen. Zegt Olivia, wat doet mijn kleine papa? Ik wil eruit. Ik wil eruit. Echt spanningsboog. Ik wil eruit. Nee, dat ken ik. Een manifesting generator. En peuter. Met z'n allen. Sven heeft gekookt. Lekker dit opeten en dan komen daarna de aardappeltjes. Ja, goed idee. Goed idee. En Juliette heeft vandaag een dag met alleen maar korte slaapjes. En heel vaak eten. Elke 2,5 uur. Dus wat dit nou weer is, geen idee. Maar ja, het is niet anders. Nu ligt ze naar haar arm te kijken. Ik hoop dat ik even rustig kan eten. Ja, James, je hebt nog eten.
Die katten die willen niet het laatste restje eten opeten altijd. En dan gaan ze janken om nieuwe. Maar jullie hebben nog een beetje. Ga dat maar opeten. Goedemorgen. Wij zijn wakker. Wij zijn wakker. Ik heb hier een heel vrolijk meisje. Ben je zo vrolijk? Ben je wakker, hè? Ja, je bent nu heel verbaasd over de camera. Je hebt wel veel snot in je neus. Ja, ben je zo vrolijk? Ja, je gaat allemaal dingen vertellen. Je hebt je slaapzak nog half aan, hè? Ja. Oh, mooie camera. Oh, mooie camera. En nu ga je natuurlijk niet zo lachen als dat je net deed. Je blaast bellen met je snot. Dat is echt mooi. Ja, dat is echt mooi. Nou ja, wij hebben goed geslapen. Ik ging later naar bed omdat ik van plan was. Want deze mevrouw die had heel veel krampjes weer. Het was heel raar gisteravond. Soms was ze heel vrolijk ineens en dan had ze weer heel veel krampjes. En dan was ze dus weer heel hard aan het huilen. Maar goed, we sliepen dus... Niet iets later dan dat ik hoopte. Ik hoopte echt rond 9:30 te gaan slapen. Maar het werd 9:45 of zo. Maar uiteindelijk 2 nachtvoedingen gehad. En daarbuiten echt heel goed geslapen. Dus dat was top. Meestal de laatste tijd heeft ze 2, soms zelfs 1 nachtvoeding. Soms ook nog wel eens 3 hoor. Maar het gemiddelde is dus 2. Dus ik vind dat netjes. Ja, je vindt het lekker. En daarbuiten slaap je. Ja, ze moet nu zo hard lachen. Maar elke keer als ik de camera erop zet, dan doe je het niet, hè? Ja, moet je zo hard lachen? Moet je zo hard lachen? Ja! Ja, dat wil mama zo graag laten zien. Want jij bent zo'n leuk lachmeisje. Goo! Ja! Ja, goo! Ik ga straks even een workout doen, denk ik. Het is al een tijd geleden dat ik een workout heb gedaan. Ik denk ruim een week alweer. Afgelopen week kwam het er even niet van. Had ik er even geen zin in en het kwam er niet van. En nou ja, dat. Dus dat ga ik straks even doen. Want Sven is even thuis. Dus dan kan die Juliette doen. Ik kan ook wel met Juliette een workout doen hoor. Maar dan kan ik even helemaal zonder erbij na te denken doen. Dat is wel lekker. En ik heb vanmiddag een afspraak staan voor een kennismakingsgesprek voor mijn 1-op-1 traject. En ik wil misschien even bezig, ga ik dat vandaag doen? Ja, ik denk het wel. Met mijn bevallingsvideo. Want die wil ik nog opnemen. Mijn bevalverhaal, zeg maar. Niet mijn bevallingsvideo, want ik ga er denk ik geen beelden van delen. Misschien een paar foto's. Ik heb de beelden zijn wel gefilmd trouwens. Echt heel mooi. Ik heb het nu 1 keer teruggekeken. Heel mooi om te zien. Maar ik vind dat gewoon even te privé. Ik heb wel erover getwijfeld hoor. Wil je dat delen? Maar ik vind dat gewoon te privé. Ook om dat gecensureerd te delen. Dus ik ga dat niet doen. Hooguit wat foto's. Maar ik ben wel heel blij om het zelf te hebben. Terwijl ik dat van tevoren nooit had gedacht. Maar het is gewoon zo mooi om te zien. Omdat je het zelf natuurlijk zo in zo'n bubbel zit. En je kan er zelf helemaal geen beeld van maken. En dan om het dan terug te kijken. Ja, vond ik heel mooi. Dus ik ben er wel heel blij mee. Maar in ieder geval dat wil ik denk ik. Dat ik weer gewoon weer een beetje aan het werk ga. Ik wil dus echt langzamerhand het werken weer oppakken. Maar mezelf echt heel erg de tijd geven. Ook om te wennen aan het moederschap van 2 in combinatie met werken. Dus daar ben ik heel blij om dat ik er zo in sta. Het geeft me in ieder geval heel veel lucht. En ik ga nu echt alleen doen wat ik heel leuk vind. Dus ja, het voelt heel mooi aan. Dus ja, we gaan het zien. En ik ga jullie natuurlijk weer meenemen vandaag. Zo, ik ga even een workout doen. En Sven is even de oppas van jullie. De nanny. Ik denk maar even een benen- en billen-workout om mee te beginnen. En dan zie ik het wel wat ik verder doe. Misschien dat ik dan morgen bovenliggend doe of dat ik het tot vandaag nog doe. Ja, we kijken wel. Is het niet een baby die huilt, dan is het wel een poes die jankt. Goed bezig hoor. Ja, maar ja, het is ook wel echt intens.
Daar zat vroeger het knopje. Wennen hoor, zo'n nieuwe camera. Wel mooi hoor. Wel fijn dat ze meeleeft, hè? Ja, met een stalen gezicht. Ja. I know it's hard. Even het zeehondenshotje. Toch, dit is de zeehond. Ja. Wow, ik heb wel echt wel knap hoor, dat je dit zo lang volhoudt. Holy moly. Het is echt zwaar. Juliette ligt eventjes lekker hier met haar vlinder en Heber Sensory TV. Sven zit daar te ontbijten en weet ik wat te kijken, waarschijnlijk iets met golf. En ik ga eens even dit aanpakken, want dit, jongens en meisjes, is onze luiertas. Dit is toch echt gênant. Dus ik ga hem even uitpakken en weer opnieuw inpakken. Want waarschijnlijk zitten er 3 sets kleding in voor elke dame. Dus ja, dit even organiseren. Oké, jongens, dit is dus iets wat ik nog steeds af en toe een beetje lastig vind. Ik kan er al veel beter mee omgaan dan voorheen, maar... Ik had helemaal bedacht wat ik vandaag zou gaan doen. Ik was natuurlijk net met die tas bezig. Ja, dat ligt hier allemaal nog. Ik wilde even in de zon gaan lezen. Ik wilde mijn bevallingsvideo of mijn bevalverhaal opnemen. Ik wilde het huis aan kant maken. En nu heeft Juliette de laatste tijd gewoon weer best wel veel krampjes. Dus zij heeft mij gewoon echt even nodig. Nu is ze even stil. Maar ze is de hele tijd keihard aan het huilen. En dan zie ik dus alles wat ik wil doen, zeg maar, in duigen vallen. En daarmee omgaan... vind ik nog steeds gewoon wat lastig. En dat herkennen andere mama's misschien. Dus daar wil ik open over zijn. Maar nogmaals, weet je, eerder kon ik daar compleet van in de stress schieten. Dat is al lang niet meer zo. Ik vind het vooral ook gewoon heel sneu voor haar. En dan voel ik me ook weer schuldig dat ik dan zoveel wil doen in plaats van bij haar zijn. En dan kom je in zo'n spiraal, zeg maar. Maar nogmaals, mama's herkennen dit vast wel. Ik ben wel heel blij dat ik hier beter in ben geworden. En dat, ja, dat beter hierin worden heb ik onder andere gedaan door veel meer te proberen te genieten van het moment. En hier kan je natuurlijk niet van genieten, maar veel meer accepteren dat het is zoals het is. En hoe erg is het dat het huis niet helemaal aan kant is. Of dat dat bevalverhaal gewoon eventjes wat later komt. Wil je je spee niet, lieverd? Nee. Of dat die tas nu nog niet goed is. Ja, in je hoofd is dat dan, omdat je het hebt gepland, is het heel erg dat het nu even niet gebeurt. Maar we kijken gewoon hoe het gaat vandaag. Hè? Eerst maar eventjes jouw krampjes een beetje managen. Ja, maar mama vindt het af en toe wel lastig, hè? En dat mag ook. Dat mag ook. Ja. Zo, arm meisje is gecrashed. James ligt er weer bij, je moet hem beschermen. Oh. Het is zo onhandig, James. Nou ja, ik ga kijken of ik even verder kan gaan met de luiertas. Dit is allemaal dubbel. Dit zijn kleren voor Olivia. Lange mouwen en korte mouwen. Nu is het wel fijn om alles erin te hebben. Luiers moeten er nog weer even terug in. We hebben er altijd een hydrofiel in zitten. Een vestje voor Juliette. En... kijk, 2 zonnehoedjes, een spuugdoekje zat erin, deze zat er random in, een doek om te voeden, luiers voor Juliette, er zit er hier nog maar eentje in, hier kleren voor Juliette, maar dit was een lange mouwenromper, daar wil ik even een korte mouwenromper van maken, dus deze even eruit, broekje, ik doe er altijd kleren in die we niet zo heel veel gebruiken, broekje, een mutsje. En ik ga er dus ook nog even een romper in doen voor Juliette. En dan is het voor Juliette compleet. En dus nog wat extra luiers pakken. Waar zijn de doekjes? Luierdoekjes. Die zaten er toch ook in? Oh, die zitten er nog in. Kijk, luierdoekjes zitten erin. Verder zit er een matje in. En pseudocreme zit er altijd in. 2 potjes. Een rietje zit er altijd in. Een zonnebrilletje die allebei de meiden denk ik nog wel passen. En ik had er ook... Waar zijn die nou? Oh ja, die liggen hier. Zetpillen.
Die zijn voor Olivia. Ik moet er eigenlijk ook nog even zetpillen voor Juliette kopen. Die hebben we nog helemaal niet, want die heeft ze nog nooit gehad. Ik vond er een verdwaald elastiekje in, maar dat is altijd wel handig. Een verdwaald speldje, dat is altijd wel handig. En zo'n speldje. Ja, ik ga even kijken wat er nog meer in moet. Zo, ik heb er alleen even luiers voor Juliette bij gedaan en een korte mouwenromper. En dan is hij wel compleet. Er zitten trouwens ook nog sokken in voor beide meiden. Dit zijn sokken voor Juliette en dit zijn sokken voor Olivia. Mijn lunch van vandaag. 2 boterhammen, eentje met kaas, eentje met speculoos en 2 gekookte eitjes. Ik heb me even omgekleed. Ik heb dit shirtje aan waarvan ik haast vergeten was dat ik hem had. Want ja, ik heb hem al zo lang niet aan gehad. En deze rok. Ik weet allemaal niet meer waarvan het is. Volgens mij is deze van Cotton Club. Maar de rok. Oh, die heb ik toen een keer bij Lidl gekocht. Ik weet het. Die heb ik toen een keer bij Lidl gekocht. Maar ik vind hem heel leuk. Be the Lidl. Want het is Be the Lidl night, duur Be the Lidl. Goed. Sven heeft andere bezigheden. Ik dacht namelijk dat ik moest werken. Eventjes. Dus ik had gekocht. Maar mijn afspraak is er niet. Ik weet niet wat daar fout is gegaan. Het was een tweede kennismaking voor iemand die mijn traject zou gaan volgen. Misschien. Maar we hadden na mijn verlof nog eventjes een afspraak ingepland. Maar ze is er niet. Dus misschien is er wat aan de hand of zo. Ik weet het niet. Ik heb er even gemaild. Maar Sven is dus een flesje aan het geven. En er kwam net een pakketje binnen, wat ik heel blij mee ben, want je hebt hem vast al zien staan in de afgelopen dagen. Ik heb vorig jaar van Dr. Leenaerts een literfles zonnebrandcreme gekregen en ik dacht toen nog van wat overdreven, maar hij is serieus bijna leeg. Ik weet niet of je dit kan zien, maar hij zit echt bijna niks meer in. Want we gebruiken hem echt alle 4 en ik vind het echt geweldig dat je gewoon niet andere zonnebrand nodig hebt dan voor je kinderen, zeg maar. Want normaal kocht ik voor Olivia apart. Toen had ik die van Naïef. Maar daar reageerde haar huidje heel erg op. Ze kreeg heel erg allergische reactie ervan. Dus we zijn toen op zoek gegaan naar anderen. En toen kreeg ik een medewerkster van Dr. Leenaerts nam contact met mij op. Van mogen wij je toesturen? Toen dacht ik ja, tuurlijk. Toen zijn we dat gaan proberen. En het werkt perfect voor ons allemaal. Dus ik heb zelfs Juliette er de laatste dagen mee ingesmeerd. Dit is niet gesponsord. Lijkt misschien wel zo. Is het niet. Ik ben er gewoon oprecht enthousiast over. Het is wel gekregen dus. En nu heeft ze dus weer nieuwe naar me toegestuurd. En ze heeft ook wat anders bij gedaan. Ik had dus ook even contact met haar. En ze zei dat volgende week nog een actie loopt bij Kruidvat. Met 25% korting op de gehele lijn van Dr. Leenaerts. Dus dat is misschien een tip voor jullie. Ik heb van haar gekregen nog een literfles. Dus daar kunnen we weer lekker mee smeren. Ook had ze deze Mineral Sun Care. En dit is dus voor nog gevoeligere huidjes. Waar ik eventueel Juliette dus mee zou kunnen insmeren. Maar deze werkt ook al heel fijn. Dus dit is wel ideaal ook voor in de tas. Want zo'n literfles doe je natuurlijk niet zo makkelijk in de tas. En ook nog een factor 50 voor in de tas. Dan een dagcreme met SPF 25. Dat is ook wel fijn, want deze was ook bijna op. Die doe ik elke dag sowieso onder mijn make-up. Dat heb ik ook in de winter gedaan. En dan nog 2 lippenbalsems. Wat heel fijn is, want volgens mij had Olivia er 1 gebroken. Hè? Laatst van mij. Dus we hebben weer 2. En ze heeft er ook nog jojoba olie bij gedaan. Wat een hele fijne olie is om op droge plekjes en zo te smeren. En je kan er zelfs je make-up er mee afhalen. Dus altijd fijn. Maar vooral met de zonnebrand ben ik heel erg blij. Ik moet nog elke keer. Ik zit elke keer te zoeken van waar is de uitknop. Want ik ben gewend om bovenop te drukken. Maar hier zit hij natuurlijk niet bovenop. Ik druk hem nu elke keer op het schermpje. Maar ik kan ook volgens mij hier drukken. Met het drinken uit de fles gaat het trouwens oké-ish. Ze heeft nu, zit nu nog 70 in of zo, 80. En er zat 140 in. Dus ze heeft nu 60 à 70 gedronken. Ze drinkt gewoon liever uit de borst. Maar het is niet dat ze niet drinkt. En misschien gaat ze nu nog wel verder. Dus we kijken waar ze uiteindelijk komt. Maar ze drinkt liever uit de borst nog steeds. Nou, uiteindelijk is er nog maar iets van, nou, iets meer dan 30 milliliter, denk ik. Rond de 30 milliliter over. Dus heeft ze ruim 110 gedronken. Top. Ik ben er blij mee.
Ik heb Olivia opgehaald. En ik had ook iets besteld via Vinted. Namelijk twee badpakjes. Ja, jij hebt ook wat. Dat laat ik zo zien. Twee badpakjes voor Juliet. Die waren nog nieuw via Vinted. Heel fijn. Twee voor €2,50. Nou, super. En iemand van jullie had mij getagd in een berichtje van de Zeeman. Dat ze allemaal Gabby spullen hadden. En ja, ik ben echt een zakker voor... Nee, Olivia is een zakker voor Gabby. Dus wij hebben... Wat heb jij, Olivia? Allemaal dingen. Allemaal dingen, hè? Je hebt een ketting. En een ring. En een armband. Die zaten in een setje. En stempels van Gabby. Daar zijn we gelijk al mee aan het stempelen. En we hebben een hele mooie handdoek. Ja, voor mij. Voor in het zwembad. Ja. Met Gabby. En wie staat er nog meer op? En Pendy. En Pendy, hè? Dat ze meerminnen zijn. Ja. Heel mooi. En die ook. Ja. Heel mooi zijn ze, toch? Ja. Ben je er blij mee? Ja. Fijn. Juliet is in slaap gevallen. Zo schattig. Sst, beetje stil, meisje. Sven heeft gekookt. Enchiladas. En Olivia die eet ook boterhammen. Want die kiest nu voor de boterham. Die heeft al warm gegeten bij de opvang.